Er kan nog meer bij. Dat was het idee gisteravond tijdens de wedstrijd. De professionele partytent bleef nagenoeg leeg, ondanks de toen nog veelbelovende wedstrijd. We zaten er met z'n tweeën en we zaten gewoon alleen binnen met nog een vrouw. En voor de rest was heel de tent helemaal leeg. Ik vind het gewoon zonde. Zonde van het geld ook. Mooi opgezet en dan helemaal niks. Geen animo ervoor. Jammer. De partytent is bedoeld om mensen te vermaken, maar ook om te voorkomen dat er onrust in de wijk ontstaat. Maar dat zou niet werken. Zodra ze één doelpunt achter staan, dan is het tippelen naar buiten en naar de Gouverneurlaan en naar het Jongbloemplein. Om herrie te maken en een herrie te schoppen. De PVV en de Haagse Raad is niet te spreken over de tent die de rust in de wijk moet bewaren. Ik vind dat een hele rare manier van denken. Want normaal gesproken, als iemand zich niet gedraagt, moet hij gewoon opgepakt worden door de politie. En niet beloond worden met tenten en dat soort zaken. Andere partijen, zoals de PvdA, reageren gematigder. De ene investering pakt nou eenmaal beter uit dan de andere. Ondertussen wordt de tent dag en nacht bewaakt. Maar veel werk is er niet. Nee, we blijven weer voorbij hier. Het zijn wel mooie uren natuurlijk om meegenomen, maar dan liever op een drukkere locatie. Ja. Maar het einde lijkt in zicht. Alhoewel sommigen er nog vertrouwen in hebben. Nederlands, laat het om goed.